Dames en heren, de jeugd is de toekomst. Wij als de jeugd hebben het vaak over het willen veranderen van de wereld. Zonder eigenlijk te weten hoe je de wereld moet veranderen. Er zijn maar weinig mensen die ook daadwerkelijk de wereld kunnen veranderen. Iedereen wil de wereld wel veranderen, zonder te weten hoe je dat moet doen. Zonder te weten dat je eigenlijk bij jezelf moet beginnen voordat je de wereld kan veranderen. Je kunt gewoon simpelweg niet de wereld veranderen zonder dat je weet wie jij bent en waar jij voor staat. Mij werd altijd verteld dat als je een doel voor ogen hebt, dat je dat kunt bereiken. Dus als jij een verandering wil maken in deze wereld, moet je dat zien als een doel. De toekomst is belangrijk. Het doet er dan niet toe waar je geboren bent, hoe je eruit ziet, hoe je heet of wie je ouders zijn. Of wat je verleden is. Het verleden heeft je misschien gevormd zoals je nu bent. Maar wat je nu doet, maakt de toekomst. En is bepalend voor de rest van de wereld. Dus grijp je kansen voordat iemand anders je voor is. Daarnaast heb je aan halfwerk niks. Je moet, als je een doel voor ogen hebt, voor de volle 100% voor dat doel gaan. Om te bereiken wat je wil bereiken. En weet dat als je jezelf kan veranderen, kun je anderen veranderen. En als je anderen kan veranderen, kun je een land veranderen. Zo kun je de wereld uiteindelijk veranderen. Als je zegt dat je de wereld gaat veranderen, zal niemand je geloven. Ze zullen zeggen dat het waanzin is. En dat het onmogelijk is voor jou om de wereld te veranderen. Maar het is altijd zo makkelijk om toe te kijken en te blijven zitten terwijl anderen hard aan het werk zijn. En het is veel lastiger om gewoon het initiatief te tonen. En het lef te tonen. En te doen wat je wil doen. En op die manier de wereld te verbeteren en te veranderen. Het is namelijk een stuk makkelijker om te geloven dat iets zo is. En om daarin te blijven en aan te nemen dat iets zo is. Dan om ergens in te geloven en te blijven geloven totdat je bereikt hebt wat je wil bereiken. Daarnaast is het zoveel makkelijker om stil te zitten en toe te kijken. Dan om zelf in beweging te komen en het initiatief te nemen. Om te bereiken wat je wil bereiken. Maar toon dat initiatief. Neem dat extra stapje en maak deze wereld een betere wereld. Denk aan het vliegtuig en de 3000 liedjes in je zak. Vroeger leek dit allemaal onmogelijk. Totdat er mensen waren die het tegendeel bewezen. Moet je eens nagaan wat de toekomst nog te brengen heeft, dames en heren. Kijk naar jezelf. Wat wil jij veranderen? Wat wil jij veranderen in deze wereld? Ben je bereid om daarvoor alles aan de kant te zetten en je voor de volle 100% daarvoor te geven? Dan is dat het enige wat telt. Niet de mensen om je heen die zeggen dat je het niet kan. Niemand heeft gezegd dat het makkelijk zal zijn om de wereld te veranderen. Maar weet dat als jij een doel voor ogen hebt en daarvoor wil gaan, dat jij kunt bereiken wat je wil bereiken. Neem dat lef, durf ervoor te gaan en toon dat initiatief. Want wij, dames en heren, wij zijn de toekomst.